Kostas, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. En met jou? Ja, lekker. Mag niet klagen. Ja, we mogen niet klagen. Ik ook helemaal niet. We zijn langzaam gestart. Dus dat geeft goed gevoel. Lekker, hè? Ja, je zegt top om weer op het veld te kunnen staan. Ja, nou weet ik dat jij giga aan het hardlopen bent geweest. En ook, ook wat ze in de video hebben kunnen zien, ook behoorlijk doorgetraind hebt. Want ik hoor van een heleboel keepers die nu weer gestart zijn, die zeggen, ik heb me echt het schompers getraind. Alleen die hebben dus niet gekiept. En dat ze dus gewoon mee dat ze gaan keepen, dat ze gelijk benen vol lopen en dat ze er eigenlijk gelijk half af liggen. Maar dat heb jij niet, denk ik. Nee, tot nu toe, ik heb dat echt totaal niet. En natuurlijk, als we afwerkvormen doen, dan af en toe is wel zoeken met je positie. Soms ga je net te ver naar je korte hoek. Natuurlijk, dat is gewoon gevoel. Die moet weer terugkomen. Maar ik voel me echt hartstikke goed. Mijn benen lopen niet snel vol. En hard lopen, maar zeker de keeperstraining heeft enorm geholpen. Ja, heerlijk. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon redelijk door kunnen gaan. Ja. Ik bedoel, ik was echt zo blij dat ik in contact was gekomen met Harold en Robin. En toen Robin mij vroeg als ik mee wil trainen samen met Harold, dacht ik prima, is beter kon het eigenlijk niet. Ja, heerlijk. Echt heerlijk. Was je altijd al zo'n hardloper of is dat echt nu gekomen door de quarantainetijd? Die heb ik nu pas ontdekt. Eerlijk gezegd... Bij Vitesse 4-5 keer in de week doe ik mijn cardio in de ochtend op de loopband. Maar dat was meer 4, 5, 6 kilometer. Dat was niet echt een behoorlijke afstand. En nu trek ik hem door naar 10, 15, 16 kilometer. Dus wist ik zelf ook niet dat ik dat kon. Maar, mooi, maar ook snel. Ik loop zelf redelijk wat hard. Dus ik hou je tijden een beetje in de gaten, maar je loopt ook gewoon echt hard. Ja. Ik kan wel goed tempo lopen. En ja, als ik eerlijk ben, als je ook met andere mensen loopt, helemaal de twee vrienden van mij, die lopen ook marathons. Okay. Ja, is een stuk makkelijker dat als je moe bent, dan kan je bijtrekken. En andersom ook. Soms ben ik juist heel goed. En dat merk ik, bij hun merk ik heel goed. Lopen, echt afstanden kunnen ze heel goed lopen. Je kan het ook goed volhouden. Maar ik merk aan mezelf wat intervalletjes, ben ik echt soms sterker dan hun. Natuurlijk heeft het met de leeftijd te maken, dat ik veel jonger ben. Maar echt de intervalletjes kort en na een paar seconden of een paar minuten echt behoorlijk hard lopen. Dat is meer mijn ding, een beetje keepers ding, dan echt ineens lange stukken doorlopen. Ja, klopt. Ja, dat is wel, wel herkenbaar inderdaad. Hey, en blij ook weer dat de kappers open mogen? Heel blij, ik kan niet wachten. Mijn afspraak is voor aanstaande donderdag. En ik kan gewoon niet wachten. Ja, dan baardje moet bijgetrimd worden, haartjes bijgetrimd worden. Echt, is niet tijd voor. Ja, zo, ja, ik heb die baard en misschien heb je wel gezien op vorige filmpjes. Die was net zoals die van jou, maar dat was echt te veel. Dus die heb ik er zelf afgehaald. Maar hij moet nu ook even in model gebracht worden weer, hoor. Ik heb hem ook bijgewerkt, hoor. Want als ik de hele quarantaine had laten staan, dan was ik zoals jou bij de vorige filmpjes. 100%. Ja, die was wel erg inderdaad. Maar ik zou even vertellen, ik speel Power League op woensdagavond. En die foto's komen altijd op Twitter en Instagram en dergelijke. Maar ze hadden een paar keer onder gereageerd dat ze zeiden, god, wat leuk dat Lamproe bij jullie meedoet. We hebben hetzelfde baardje en een kuipje zo opzij, dus kan me wel voorstellen, hoor. Ja, en ik ben ook niet heel groot. Ik ben 1,4, 1,85. Ja, dus als je met wat lange gasten staat, dan lijkt je al gauw wat kleiner. Dan krijg je dat te horen. Weer, hè, Lamproe. Ik zeg, dan krijg je dat te horen. Hè. Dan gaan de mensen gelijk, hey, hij lijkt op Lamproe, hij is te kleiner dan de rest. Ja, ja, maken ze dat er gelijk van, ja. Ja. Ja, mooi. Hey, Kos, ik heb... een klein quizje voorbereid. Ja, ik heb er wel goed over nagedacht, wat goede vragen voorbereid. Dus het zit ook een behoorlijk Griekse tint zit eraan. Dus kijk hoe goed je eigen kennis is, laat ik het zo zeggen. Ik ben benieuwd. Ja, mijn eerste vraag. In totaal hebben 11 Griekse voetballers en ook keepers in de Eredivisie gespeeld. Eén krijg je de cadeau, dat ben je zelf. En ja. Ja, het liefst alle 10, maar anders zoveel mogelijk van de rest. Maglas. Ja. Anastasiou. Charisteas.
Ja, die zijn goed. Ja. Je bent goed bezig. Timikas, die heeft bij Willem II gespeeld, linksback. Karagounis, bij PEC Zwolle. Ja. Vroesai, Willem II, nu. Ja. Pavlidis. Ja. Wie heb je nog meer? Oh ja, vergeet ik. Ik kan echt niet aan zijn naam komen. Zeg maar, die gespeeld. Lange haar bij Twente gespeeld. Lumputis, volgens mij. Lumputis. Meen je dat? Die heb ik er niet op staan. Ik heb wel een andere met lang haar die bij Heerenveen heb gespeeld. Oh ja, ja, dat is een goeie. Goeie, dankjewel. Samaras. Ja. Wie heb je nog meer? Nou, ik denk dat ik je, dat volgens mij, ik heb er nog drie op mijn lijstje staan. Volgens mij zijn ze alle drie nog steeds actief in de Eredivisie. Nog steeds actief in de Grieken? Ja. Oh ja, die andere Lamprou, die... Heel goed, ja. Ja, die is terug naar PAOK. Ja. Is het familie van je of niet? Nee. Het is geen familie. Het is echt toevallig, denk ik. Ja. En bedoel je de keeper van Willem II ook? De Griekse jongen? Nee, die had ik wel op het lijst staan, maar die jongen die heb nooit gespeeld. Okay. Dus de andere twee zijn ze nog steeds actief nu? Allebei in de Eredivisie. Allebei in de Eredivisie. Pavlidis en Vroesai. Ja, die hadden we al. Moet ik je een tipje geven? Kijk, Eredivisie, Grieks. Maarten is niet zo groot als die van ons twee bij elkaar. Oh, je hebt helemaal gelijk, man. Nu schoot hij binnen. Mitroglou. Ja. Hoe kan ik hem vergeten eigenlijk? Hey? Ja, Kostas Mitroglou. En dan heb ik nog eentje. Ja. Wil je nog een tip of niet? Even te denken, clubs die voorbij komen. Ik ga dit bij zijn club. Hij heeft niet al zijn eigen tanden meer. Hij heeft niet al zijn eigen tanden meer. Ja, natuurlijk. Ook stom. Zie je? Gazidiakos. Ja, klopt. Ja, stom eigenlijk. De twee makkelijkste zat hij gewoon zat een beetje dwars. Ja, mooi. Ja, dat zeg ik niet waar. Ik denk, ja, die weet je wel, maar... Ik vond wel, mijn volgende vraag, eigenlijk hierover door, maar ik denk dat je dat antwoord zo op kan lepelen. Er hebben er vier bij Ajax gespeeld. Aristeas. Ja. Maglas, Anastasiou. En tel ik mee? Ja, en jij? Ja, netjes. Nou ja, kwam je goed doorheen hoor. mijn volgende vraag. De laatste... Interland, die Griekenland gespeeld heb, onder leiding van het schip, werden er drie in Nederland spelende Grieken geselecteerd. Welke drie waren dat? Hatzidiakos, volgens mij Pavlidis en Vroesai. Heel goed. Hey, en er is een Nederlandse spits, jij moet hem wel kennen... waar ook sprake van is geweest of hij voor Griekenland zou gaan spelen. Omdat hij in Griekenland geboren is. Huh? Kai Sierhuis. Yes. Wist ik niet. Ik ben het op gaan zoeken, kwam het tegen. Ja, de vader was... Hij was bij AEK Athene in de directie. Klopt, ja. Ik zag ook een fotootje inderdaad dat hij als kleine jongen daar op het veld stond. Ja, klopt. Ik wist het niet, maar ik denk, ja, jij zal het wel weten. Die wist ik wel. Ja. Hey, mijn volgende vraag, dat noemen we een keeperspaspoortje. Ik noem de clubs op waar deze keeper gespeeld heeft. En dan aan jou de vraag over wie het gaat. Ik zeg daarbij, ik tel alleen waar die betaald voetbal heeft gespeeld. De jeugd laat ik er even tussenuit. Komt-ie. Dordrecht. Feyenoord. PEC Zwolle. Excelsior. Heerenveen. Wat zei je? Haan. Ja, klopt. Haan. Je geluid valt weer weg. Ja, nou ben je er weer. Oké. Okay. Beter, hè? Ja, nou hoor ik je. Okay. Maar ik verstond je wel. Haan. Toch? Okay. Ja. Helemaal goed. Een laatste is een lastige. Tenminste, ik weet niet hoe je algemene keeperskennis is. Maar in mijn optiek ben jij een van de best... voetballende keepers die ik ken. Maar er zijn vijf keepers die bekend stonden om hun vele doelpunten.
wat ze altijd maakten. Dus wel, sommige zijn wel al wat terug in de tijd. Er is een top 5 die meer dan 40 goals hebben gemaakt in hun actieve loopbaan. Weet je er 3 te noemen? Gilabert. Ja, daar was ik zwaar fan van. Grote BM, zijn linkerbeen. Ja, Gilabert, en dan heb je even kijken, vergeet ik altijd. Heb je nog een Braziliaanse, volgens mij is dat. Rexpoot. Klopt. Gilabert is geen Braziliaan trouwens, hè? Oh, nee, ja, je hebt gelijk. Ik, even kijken, ja, die andere is een Braziliaan. Je hebt gelijk, hoe heet die nou, Rexpo. Die schiet ook vrij trappen. Ja, dat ik zou het niet weten. Als ik de naam hoor, dan zeg ik, ja, dat is hem. Maar ja, tel niet. Nee. Even kijken, meer dan... Eigenlijk van die andere 3, kan je, denk ik dat jij er wel 1 of 2 weet. Die 1 is eigenlijk het bekendste door een actie wat hij op Wembley heeft uitgehaald. Ja. Ja, goed. Dus die is niet te missen. Nee. Met zijn actie Higuita. En wie is nog meer, jongen? Moet ik je een tipje geven? Ja, doe maar. De moeder maakt altijd zijn keeperstruien. In hele rare opvallende kleuren. Is echt ook terug in de tijd, hè? Een beetje. Klopt. Ik denk dat het WK 94 of 98 is dat geweest. Kwam je met die grote, allerlei kleurige truien kwam je aan. Ik kom echt. Ah, ik weet nog heel goed. Ik heb de beeld in mijn hoofd met dat tenue, hoe een beetje eruit ziet. Ja, heel oversized. Hij was ook niet zo groot. Hij was ook niet zo groot. Ja, precies. Ja, klopt. Ah, hoe heet die nou? Die zijn ook een hele bekende. Nou, je moet het zeggen. Ik kom echt niet op zijn naam. Campos. Ja, Campos. Ja. En ja, die Braziliaan, dat is Ceni. Dat is, ja, die is helemaal niet normaal. Die heeft 131 goals gemaakt. Ja, is niet normaal. Die weet ik nog. Je zie je heel vaak ook filmpjes voorbij met de vrije trappen. Ja. Dat is echt bizar, hè? Ja, niet normaal. 131 goals. Dat kan vaak een spits niet eens overleggen. Nee. Precies. Ik zou een beetje wat grappig is, dat we dat over zeggen. Zeg maar, toen ik nog in Griekenland woonde, jeugdkeeper. Toen we... zeg maar in de competitie met mijn leeftijden, heb ik ook een stuk of 3, 4 vrije trappen gescoord en penalties. Omdat in mijn leeftijd was ik meer zeg maar, gespierde jongen met meer kracht in zijn benen. Ja. Dus af en toe mocht ik wel vrije trappen nemen. Heb ik toen in de jeugd wel 3, 4 gescoord. Oh, lachen man. Ja. Jij bent al op jonge leeftijd naar Ajax gekomen, hè? Ja, ik was echt 14. Dat was de bedoeling zeg maar, voor de jeugd van Ajax. Maar ja, inmiddels, weet je, ik heb vaak genoeg gezegd. Het liep niet zoals het moest eigenlijk, of zoals ik gedacht had. En ja, toen ben ik naar Feyenoord gegaan. Ja, en daar is het eigenlijk begonnen. Daar heb ik mijn eerste contract getekend. Had ik een half jaartje, was ik verhuurd bij Excelsior. Toen ben ik terug gehaald naar Feyenoord. Met Mario Been toen. Misschien de jaar daarna was toen Koeman kwam. 3 jaartjes en toen ben ik daarna naar Willem II. Eerste jaar verhuurd en daarna 2 jaar getekend. En vandaar naar Ajax en Vitesse. Zo is het een beetje gegaan. Ja. 2005 kwam ik in Nederland. Moeilijk als jongen van 14 om naar Nederland te komen in je eentje? Ja, was echt heel moeilijk. Want ik kon de taal niet, totaal niet. Ik kon echt niks beheersen, zeg maar. Engels echt heel moeizaam. Ik ben met mijn moeder gekomen. Mijn vader was in Griekenland, want ja, die moest gewoon werken. En mijn broer studeerde ook. Grappig was ook, mijn broer studeerde meer dan 600 kilometer ver vandaan van mijn vader. Wow. Dus we waren letterlijk overal en nergens als familie. We zagen elkaar 2, 3 keer in een jaar dat we met z'n allen aan tafel konden zitten. Dus ja, het was best wel een moeilijk tijd. Als je niemand verstaat, je komt totaal naar een nieuwe cultuur. En was ook moeilijk. Alles is totaal anders gelopen zoals we verwacht hadden. En weet je, toen ik ook naar Nederland was gekomen, was best wel groot gebracht in het Griekse nieuws. Ik was in de nieuws op tv. Grote talent gaat transfer maken naar Ajax en kranten. En daar kom je naar Nederland toe. En 6, 7 maanden later beland je bij een amateurclub. Dan denk je, ja, waar ik in Griekenland zat, zit ik nu in Nederland. Ja. En ja, was even doorbijten.
En uiteindelijk sta waar ik nu sta. En ik ben echt trots op mezelf en aan mijn familie ook. Die hebben me altijd gesteund. Ja, zoals je weet, links en rechts veel kritiek gehad van mensen. Maar ik blijf gewoon altijd vechten. En weet je, mij boeit het niet dat ik kleiner ben dan de rest. Iedereen heeft mindere dagen. Maar ik heb volgens mij getoond dat ook met mijn lengte veel kan bereiken. En is gewoon een kwestie van doorzetten, gewoon in jezelf geloven. Natuurlijk moet je een bepaalde kwaliteit hebben. En met de mensen waar ik mee gewerkt heb, die hebben mij gestoond. En hebben gewoon gezien hoe ik ben als mens. En wat ik kan op veld. En daar ben ik gewoon trots op. Ja, maar weet je wat het is, Kos? Ik denk dat de buitenwacht heeft daar altijd wel een mening en een idee over. Alleen, ik denk dat in, zeg maar, keepersland in Nederland weet iedereen donders goed wat jij kan. En ik bedoel, jij hebt het fantastisch gedaan bij Willem II. Ik heb familie in die hoek wonen. En ik heb daar zelf in de zalen een aantal jaar gespeeld. Maar praten ze louter positief over, joh. Ja, zeker. En zeg maar, de 3 jaar die ik daar heb gezeten, die zal ik echt nooit vergeten. En van de andere clubs natuurlijk ook niet. Want bij elke club... Weet je, ik zeg altijd, bij elke club, maakt niet uit hoe lang je zit, je laat overal een stukje van je achter, weet je. Of je neemt juist iets mee. Ja. En dat vind ik heel mooi, ja. Alleen, bij Willem II is het net anders, omdat ik 3 jaar heb ik letterlijk alles kunnen spelen. En zoals ik zei, weet je, het was ook niet de ideale begin met mij, toen ik de fout maakte en een rode kaart tegen PSV. In mijn debuut. Maar juist door moeilijke tijden ben ik doorheen gekomen. En in de loop van de tijd, de publiek en de mensen daar hebben me enorm gesteund. En ze zagen dat ik elke wedstrijd alles gaf om te winnen. Dus ik heb ook hele goede vrienden gemaakt. En ik blijf terugrijden en komen in Tilburg. En vind ik alleen maar leuk om daar te zijn. Ja. Ja, prachtig. Ja, en natuurlijk met Ajax onwijs mooie jaren gehad. Ja. Halve finale Champions League gehaald. Ja, fantastisch. Kijk, ik heb niet gespeeld. Maar je maakt alles van dichtbij, zeg maar, wat je allemaal ziet. En de beleving die je hebt. Kijk, kampioen en beker gewonnen. En ik ben ook blij, tenminste, dat, zeg maar, dat ik kampioen ben geworden. Maar dan met niet 0 wedstrijden achter mijn naam. Ik heb tenminste... 2 wedstrijden kunnen keepen. En zoals iedereen weet, weet je, Heerenveen is ook heel veel over mij heen gekomen. Maar is niet anders, weet je. Dat hoort erbij. Je wordt alleen maar beter daarvan en volwassen. Ik ben echt trots dat ik mag zeggen dat ik ook bij Ajax heb gespeeld. En dat we ook helemaal dat we kampioen geworden zijn. En beker gewonnen. En halve finale Champions League. Dat zijn gewoon... dingen die je echt nooit geeft. Gewoon. En niemand ook kan van je afpakken. Nee, inderdaad. Maar goed, jij haalt die wedstrijd nou aan. Maar wat ik daar wel ook gezien heb... is dat jij gewoon wel de 5-4 gewoon een zuivere goal die jij gewoon pakt, hè? Net voor tijd. Ja, dat klopt. Weet je, en ik ben blij dat jij erover over begint. Anders zou ik het nooit zeggen. Weet je, ik ben wel echt streng en over mezelf en ik zeg gewoon de waarheid. Weet je, het was niet mijn beste wedstrijd, maar niet alleen van mij. Het was gewoon algemeen. De hele team was gewoon niet goed genoeg. Van het hele team en jij stond toevallig op doel. Ja, en dan word ik gewoon opgepikt en ze hebben mij onder een vergrootglas gezet. Prima, vind ik ook niet erg. Ik heb het net gezegd, ik heb... door de kritiek heb ik een beetje leren leven ook. Maar het was een 1-op-1 laatste minuut waar ik de 4-5 pak. Ik zie voorbij filmpjes komen en de redding komt ook voorbij. En dan ben ik, ik ben ook blij dat ik tenminste gelijk speel die wedstrijd. Ja. En ik neem alles mee, weet je. Ik ben echt, zoals ik zei, trots op mezelf. En dingen gebeuren met de reden. En we blijven gewoon doorgaan. Ja, top hoor. Hey, voor komend jaar, een beetje onzeker nog natuurlijk, hè? Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. En in eerste instantie was de bedoeling om te verlengen met Vitesse. En tenminste de club had aangegeven dat ze mij willen verlengen. En nu is er door corona een hele andere situatie ontstaan. Een nieuwe TD ook binnengekomen. Dus is nog
Ja, onduidelijk als ik zal blijven of niet. Zal blijven of niet. En, maar hetzelfde geldt ook voor andere spelers binnen de club. Zelfs over ons trainen. Ja, is gewoon weinig beweging op het moment. En ik hoop snel duidelijkheid te krijgen. Want dat geeft gewoon rust. En dan kan je zeg maar veel makkelijker... als je het vakantie kan nu met je vakantie in. Binnenkort ga ik terug naar huis. En ja, is gewoon weer even opladen en terugkomen voor het nieuwe seizoen. Ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het wel goed komt met je. Daar ben ik niet bang voor. Ja, dat vertrouwen heb ik ook. Ik hoop het ook. Ik blijf positief. En ja, ik mis het spelletje. Ik wil juist nu heel graag spelen. En ja, weet je, weer elke week wedstrijdje spelen en laten zien dat ik kan. En, maar ik ben gewoon van overtuigd dat het gewoon goed komt. En ja, vroeg of laat gaat het goed komen. Zeg maar, alles gaat op zijn plaats vallen. Ja, nou, mooi man. Hey, dat ik bij jullie was, heb je mij een paar hele mooie handschoenen meegegeven voor een ja. prijsvraag. Ja. Die kunnen mensen dus winnen als ze liken en abonneren op ons YouTube-kanaal. Wat is de vraag die jij voor de kijkers in petto hebt? Is een vraag, wanneer heb ik mijn debuut gemaakt in betaald voetbal? Bij welke club ik zat toen? En tegen welke club het was. Oké. Nou, super. Mooie vraag. Die moeten ze kunnen vinden. Dus ja, de winnaar die gaat met een paar hele mooie handschoenen vandoor. Hey Kostas, hartstikke bedankt. Heel veel succes. En we spreken elkaar snel. Ik bedank. Ik vind het super gezellig. En ja, ik hoor het van je. Als je iets nieuws in petto hebt, dan ben ik erbij. En we houden steeds zo contact. Tof. Super. Hey, fijne dag nog, hè? Yes, jij ook, man. Yo, hoi. Doei.